Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. En jongens, vandaag gaan wij Edward's uitrusting bemachtigen. En holy shit, dat zijn alweer van die soldaten. Ga naar een hoek van de muur om er automatisch achter te verschuilen, oké. Okay. Fluit, fluit. Eens even kijken, en nu? Wat moeten we doen dan? Mijn uitrusting is helemaal daar, aan de andere kant van het schip waarschijnlijk. Dus moet ik ze vermoorden met de hand of wat? Oei. Laat het gewoon proberen. Bam, bam, hup, bam, bam. Au, jezus, nee. Au, nee, laat mij, nee, new please. Au, nee, oh mijn god, ik ga dood hier. Bam, bam, bam. Bam! Bam, jongen! Fucking eenmansleger. Yeah! Wapen. Hup, dood. Oké, beroof die meuk. Oké, pak het wapen maar op, want... Wat? Een lijk oppakken? Moet ik hier nou mee? Nou, leg daar, meneer, dan. The fuck, dat is nieuw. Ja, beroof die arme sloeber ook maar even dan. Oh, 15 roepies voor de verandering. Oké, zo. Ja, jongen, dat wapen is wel prima. Eens even kijken, moet je ook een wapen hebben met de neger? Even kijken. Nou, oh god, oh god. Oh, mes werpen. Heb ik hem geraakt? Volgens mij wel. Hup. Tjaka, boom, hup, hup, jongen. Jullie zijn geen partij voor mij en jullie eentje. Ik chop jullie allemaal hartstikke dood. Even kijken. Oké, goed. Ook een beschimmende beveiliging van 3 en X. Huppakee. Hatseflats. Zo, kassiewijlen. Oké, hier is mijn uitrusting ook zo mooi op de tafel, hè. Eens even zien. Interactie, oké. Huppakee, wapens. Pistolen. Die mesjes aan de armen. Zo, volledig assassin. Hier, is dat nou? Holy shit, gek. Fucking armor. Jezus, fucking cool. Even kijken. Naar de trap, oké. Of naar het dek eigenlijk. Maar dan moeten we via de trap doen. Tenminste, dat is logisch. Eens even zien. Oh god, storm en regen en dode verderf. Optionele doelen bevrijd 23 piraten en ik moet nog wat gebruiken. Oké, eens even zien. Nou, dan gaan we ze allemaal met dood maken dan, denk ik. Hè. Zo, daar zijn. Alles snackbaar. Oké, goed. Eens even zien. Gaan we ze gewoon even uitroeien hier bij het schep. Hup, nog één. Hup, nog één. Huppakee. Oh shit, gek. Dat is één, oké. Okay. Hey, over de reling. Jongen, dank hem, het was steeds beter. Moet ik wel echt nageven. Huppakee, dood. Goed zo. Hij ziet er echt zo episch uit, hè. Laten we even dit reloaden zo. Want je weet echt maar nooit wanneer het nodig gaat. Even kijken, volgens mij leeft er nog één. Nou, dat zal beneden deks zijn dan, denk ik. Zo, munitie beroven. Ik kan altijd wat extra ammo gebruiken. Want je weet maar nooit wanneer dat nodig hebt. En wat extra groepjes en alles. Zie je, kijk, nog meer beroven. Ja, geef maar. Beroven. Oké, dan. Hé, we zijn er. Wapen oppakken. Geef maar. Oké. Okay. Geen idee wat ik heb opgepakt, maar het zal. Even kijken. Oké, wat zit er hier? Zit hier piraten? Oh, piraatjes. Hallo. Gevangenen bevrijden. Arr, maatje. Eens even zien. Jezus, dat ging snel. Wat gaan jullie nou doen? Oh, is dat je lafbekken. Jezus. Oh, wat, ik moet dan naar die andere schepen toe, denk ik. Dan of niet soms? Ik moet naar de andere schepen waarschijnlijk. Ja, ik moet daarheen. Huppakee. Naar beneden, naar beneden, naar beneden en omhoog. Oké dan. Niet het water in, maar je moet hier toch omhoog. Oh, dit schip heeft kanonnen. Dat is nice. Even kijken. Jongen, ik moet toch op dit schip. Ik moet hier op. Laat mij er dan op. Hup, ja. Ja, oké.
Dat is één. Hup, die commandanten zijn het vervelend. Dat is echt serieus. Hup, oh jezus. Die lui zijn echt vervelend. Dat is fucking hell, ey. Oké, dat is die soldaat van hem. Oké, hij is ook dood. Goed, geweldig. Oh god. Jee, ik heb een mes op zijn hasses gegooid. Ik ben pro-MLG. Yo. Oh, ik dacht dat ik een hele epische aanval ging doen, dus niet, maar goed. Hup, zo. Meer piraten bevrijden. Nee, niet de mast in klimmen. Edward, wat doe jij nou, gek? Tuurlijk nog maar over de reling als je er zin in hebt. Even kijken. Nou, oh, de volgende boot. Oké. Ik kan door de touwen heen lopen. Ik ben gewoon MLG pro, jongen. Wow, yeah. Wow, ja. Kijk, dat was echt een aanval die ik wou doen. Wow, ja. Oké, dat is gewoon nice. Hup, kijk, dit is nou echt wat ik cool vind. Gewoon lekker assassinetje spelen hier zo. Hup. Hup, 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 oké, yo, hup. En jezus, wat een tank, hé. Jongen, ik hak hem helemaal in boertjes. Er is iets van die gasten over zo meteen. Up, yeah. Waarom wil die gast dan niet dood dan? Yeah, hup. En jezus, eindelijk. Goddank, hé. Nou, hup, gevangenen bevrijden. Oké, dan. Wel iedereen vrij, dat is nice. Oké, andere schep. Ahoy, medies. Even kijken, wat moet ik weer naar dit schip toe? Wat? Wat is dat nou? Moest ik iets doen of zo? Oh, munitie. Oh, nou, dat ken ik niet. Oké. Het zal wel. Even kijken, we moeten terug volgens dit ding. Het zal wel. Op dit schip zijn nog meer piraten. Tenminste, ik denk zo. Je moet maar durven. Gewoon langs zo'n schip. Oh, er zijn inderdaad piraten op dit schip. Je zal maar durven. Gewoon langs zo'n groot schip varen. Hè. Kijk, zijn die piraten dan? Oh, hier. Dat ging makkelijk. Luister nog allemaal hetzelfde uit, hè? Fucking carnaval. Oké, goed. Nou, ja, ik hoop met jullie mee. Ja, tuurlijk, duim er maar af met je hoofd, hè? Zullen we zien, zo. Nou, naar de schip, jongens. Kom op. Het zijn echt super grote schepen. Dit is wel echt wel super comischine, hoe gigantisch dat is. Gewoon drie verdiepingen zitten er alleen al in het benedendek, zeg maar, met al die kanonnen. Dat is nice. Even zien, hoe kom ik hierop? Oh, via de trap misschien, Ronald. Lol. Yo, je zit gewoon de deur, jongen. Kijk eens aan, hé. Laat me eens even binnen, wil je? Nou, ik klim wel eens op het dek, why not? Volgens mij is dit het slagschip van ze. Yo! Hebben ze mijn aanval afgeweerd? Daarvoor kunnen ze dat ook al doen tegenwoordig. Ik moet door de verdediging van die commandant heen breken. Die gast is echt vervelend. Ja, oké. Jij bent dood en nu kunnen hun ook niks meer. Geweldig. Het lijkt alsof ik, als ik de commandanten dood maak, dat die gast je niks meer voorstellen. Moet je zien hoe makkelijk ik ze kill, hé. Die lui zijn gewoon waardeloos zonder die commandant van ze. Dat is echt wel geniaal. Hup, jij nog even dood. Oké dan, oké. Ik begin het te leren, jongens. Snap je? Weet je, met de commandanten en zo allemaal doden en al die meuk. The fuck, man. Oh, lol. Hi, schwa. Ik ben dood. Oh, god, liep al veel. Alleen ik weer, hè. Oh, god, please. Oké. Moet ik nou weer alles doen? Nee. Oh, no, please. Ik ging niet zo lekker. Oh, vind ik jammer. Oké, niet meer van hoge massen afspringen. Duncan, of Edwards. Zullen we zien. Assassin's Creed wordt alleen maar epischer. Gewoon echt super chill. Kom op, heb naar boven toe.
Kom dan. Klimmen. Eens kijken of we ze episch kunnen killen. Oh nee, hetzelfde weer. Allemaal dood, allemaal dood. Dood, 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 jij dood, hup. Allemaal sterven doen. Dan heb je die commandant weer. Die is echt annoying als hel. Die had gewoon even dood, oké, ja. Holy shit, wat doe ik? Nee. Nee, die commandant. Oh, wat zijn die lui irritanten, joh. Geweldig, weer dat hele stuk zwemmen. Nou, kom op spelletje. Oké. Okay. Spoelululululululu. Nee, niet spoelululu daarop. Spoelululu naar beneden. Epische duik. 10 punten. Oké. Okay. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Goed. Fucking mooie roeiboot, hè, trouwens. Nou, kom op, hup. Hele vloot van die dingen. Oh, hij piraatjes. Hele vloot van die krengen, joh. Jezus. Kom op, all aboard. De USS Edwards gaat het heten van nu. Even kijken, kom op, hup. Ja. Kom dan maar. Commandant. Oh, fuck. Ik had hem net niet. Ja, ik had hem gedamaged. Oké, ik moet nou wel eventjes... Oké. Nee! Oké. Everybody off the ship! Abandoned ship! Oké. Nou, hopelijk gaan ze maar achterna. Ja, dat zal wel cool zijn. Kom dan, bitches. Dus ik kan jullie heus wel killen, hè, als jullie dat soms niet denken. Nou, kom op, dan moeten ze me toch wel niet zien, of wel? Zien ze me nog. Oké, ik regen health nu. Redelijk langzaam, maar nou ja. Het gaat wel. Oké, nou, ik heb er wat gekild. Wat is dit nou? Geheime entrance. Oh, dit zijn allemaal kanonnen hier, oké. Oh, dit is het roer, oké. Allemaal kanonnen op de achterkant, dat is wel heel handig. Vroeger hadden ze een kanon aan de zijkant. En ook aan de voorkant. Goed, ik moet nog wat extra piraatjes gaan bevrijden. Nou, kom op, hup. Erop, Edward. Even kijken, komt die commandant hier staat. Oh, dit is de commandant niet, helaas, pindakaas. Ja, oké. Ik moet die soldaat gewoon even hebben, ja? Oké dan. Jouw hoofd is echt fucking lelijk. Nee. Jij emu pikjes. Oké, all aboard. All aboard. Yeah. Nee. Kak. Jezus. Dit gaat weer op de vorige aflevering lijken. De eerste keer was ik zo goed bezig. Alleen nou gewoon... Oh. Oké, nou dan. We gaan het gewoon via de andere kant proberen. Misschien werkt dat beter. Laten we dat gewoon doen. Misschien helpt dat, ha. Even kijken. Het is ook een grote boot, dit. Dus ja. Even kijken. Misschien als we het via deze kant proberen, kunnen we dan misschien de commandant te pakken krijgen. Dat zou mooi zijn. Kunnen we hier al op eigenlijk? Oh kijk, dat kan ook al. Edward. Hier op, man. Hup. Ja. Oké, okay, hup, klim maar. Goed, dan gaan we ze van achteren aanvallen, letterlijk. Ishwa. Hun twee doodmaken, dan zijn we echt al een stuk verder. Oké. Okay. Dat is mooi geëindigd. Oké. Okay. Yeah.
Jij bent de Kajiwijlen, meneer. En die nog even. Kijk, dit is een fucking assassin skills hier, jongen. Ja, maar kijk, ze stellen niks voor zonder commandant. Jezus, gastjes kregen wel heel veel health. Nee. Huppakee. Oké. Nou, ik heb health nodig, dus ik reload even. Dan kan ik even regenen. Het was wel close, maar ik ben dus beter. Yeah, kijk, zo doen we dat. Hi Schwa, doei Schwa. Oké, goed. Nou, piraatjes, waar zijn jullie? Zijn jullie jongens? Oh, hier beneden. Interactie. Sure. Naar beneden. En kluikie dicht. Kluikie wou ik zeggen. The fuck, Ronald. Smis met jou. Oké dan. Oh, stagagies. Hup. YOLO. Chaka, boom. Lol. Of zoiets. Ik zing ook maar wat. Wat totaal niet boeiend is. Zo doen we dat. Even laden. Oh, je hebt altijd een pistool nodig. Tenminste, dat is mijn strategie. Gewoon eerst iemand overhoop knallen en dan gewoon die doodmaken. Dat ga ik vanaf nu gewoon doen met die commandanten, want het is gewoon handig. Yo, piraatjes. Ahoy. Oké dan. Moesten ze zielig zien lopen. Oké. Ik heb helaas niet dat hoekding gedaan om die lui te vermoorden, maar ach ja. Holy shit, gek. Oké dan. Oh, wat moet ik nu doen? What do I need to do? Oh, ik moet naar boven, uiteraard. Dat was heel veel geld. Moet ik nu zo'n grote boot gaan varen? Dat zou ik echt super cool vinden. Ja, goed zo. Werk ze maar. Oh, ik moet daar nu heen. Oké. Dit gaat waarschijnlijk een enorm groot, episch, ultra moeilijk, hardcore gevecht worden. Jezus, help ons. We gaan eraan. Jezus, geweldig. Die Nederlandse ondertiteling. Kom op. Klimmen, Edward. Ja. Oh, what the fuck, dat is een commandant gast. Die zijn redelijk moeilijk te killen, denk ik. Oké, shit. Jezus, oké, wel, die is moeilijk te killen. Ja, zwem er even ongezien. Oh shit, gek. Ze schiet het kanon op mijn hoofd. Spring het water in, I dare you. You son of a bitch. Zie je me nou echt niet? Oh ja, zie me. Lol, ik let gewoon niet op. Sparta! Hup. Oké. Wel, dat is één die dood is. Dode kapitein. Ja, no shit, Sherlock. Dat is het dingetje er nu al, volgens mij staat er al een hele tijd. Ik zie het nu pas. What the fuck doet hij daar nog dan? What the fuck? Ik ben een assassin, jongen. You can't touch me. Jij al helemaal niet. Dus jij moet gewoon even opbokken en jouw hoofd even doden. Oké. Oké, even wegwijzen nu. Nee! You're not gonna do this. Lotteren! Laat ik zwaap. Oh. Goed zo. Nou, health. Health. Ik moet er nog 2 killen. Gaat easy lukken. Tenminste. Als ik even die. Los! Ja, jij bent dood. Oké, nu jij.
Agarde. Kom op, hup. Nee. Hup, hup. Dood. Oh, jezus, nee. Hup. Nee. Nee, laat mij. Hup, hup. Huppakee. Yes, dat was heel close. Stil het schip, oké. Okay. Munitie beroven. Dat ga ik wel even doen, maar je weet maar nooit wanneer je krijgt, hè. Oké, dan. Nou, 13. Oh, rookbommen en kogels. Kijk, dat is wel nice. Oké, okay, interactie. Oké, okay. Nou, ga het schipje varen. Ahoy, matjes. Davy Jones? Wat is het fucking Paris of the Caribbean? Where the fuck Davy Jones? The fuck? Is Davy Jones gewoon hierin? Als dat zo is. Zwartbaard is er wel in, weet ik toevallig. Oh god, we moeten weer schieten. Open het vuur, maatjes. En vuur. Oh, dat was wel heel vaard. Wacht, laten we eens dit schip maar even doden dan. Kom op, boom, huppakee. Oh god, wij worden ook beschoten. Schitterend, schitterend, mooi. Die is in ieder geval als je bijt. Oké. Daar hebben we nog een boot. Vuren. Oh, dat deed damage. Wauw. Oh god, jezus, nee. Wij gaan dood. Nee, als een boot. Jezus. What the fuck, Edward vloog. Yay, flying Edward. Oh god. Jezus, ik ben een beetje overrompeld daarnet. Een beetje heel erg met al die schepen. Even zien. Oké, okay, we moeten zo snel mogelijk even wegwezen hier. Deze kleine cutboys moeten we uitschakelen dan. Boem, de boem, de boem. Boom! Oké, okay, oh god. We verliezen dit. Oh jezus, we worden beschoten. We moeten bijdragen. Bommen! Boom! Ik moet die draaibas onder de knie hebben, jongens. Dat is het probleem. Oh god, we zijn op de rotsen gelopen! We zijn op de rotsen gelopen, bijdraaien. Holy fuck. Kom op. Naar de zijkant, naar de zijkant. Oh jezus, meer van die schepen. He, die eerst. Schiet ze dood, draaibas. Nee, oh fucking hell. Hoe moeten we die grote schepen tonen met ons klein kutschip? Dat wil jij nooit, man. Jezus. Oké dan. Ja. Hup, boom. Boom. Oké. Okay. Wat? Dood. Boom, ik zei toch dood. Oké. Okay. Oké, okay, daar hebben we de schep. Kom op, boom, hup. Bam, oh, je moet dus ook nog een keer op Y drukken om de draaibas af te vuren. Dat is redelijk logisch. We hebben nog allemaal bommen aan boord, oké. Okay. Hup, kasjewijlen jij. Shit, gek. Oké, okay, er komen nu echt fucking veel schepen op ons af. Shit, gek. Draaibas, we hebben de draaibas nodig, we hebben de draaibas... Nee, oh. Oh, wat heb je gewoon de schepen aan dan? Kleine schepjes, geen probleem, dat weet ik ook wel. Gewoon boem schieten, alleen... Die hele grote schepen, what the fuck, man. Die hebben gewoon drie rijen met kanonnen. That ain't going to happen. Ik ben niet fucking... hoe heet die gast ook alweer? Hoe heet die kwiebes nou ook alweer? Dus ik speel natuurlijk. Boom, dood. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, versnel maar even een beetje.
Haal eens in. Fire! Oké, bijdraaien. Fire! Of niet? Zeg, wat moet dat, heeft dit te betekenen hier dan? Hup! Wel een beetje afremmen hier, want... Oké, draaibaas. Bam, dood. Fire, fry, mijn friends. Even kijken, oh, hadden we wel opgeschoten hier. Jezus, gek. Boom! Wat trusten, holy cut. Even kijken, ja, we zitten op anker en we zijn dood. Hoe moet ik, wat moet ik doen tegen die grote schepen? Ik weet het echt niet. Het spijt me, jongens, maar ik weet het gewoon niet. Ik heb werkelijk geen idee. Oké, schrap zetten, afstand houden, draaibaas afvuren. Die draaibaas hebben we wel nodig, die doet echt veel damage. We zijn zojuist hier in een wraak aangevaren, dat is heel handig. Oké. Boom. Dood. Wacht, we zijn sneller dan hun. Misschien is dat onze truc wel. Wacht, we moeten toch... Wat? Grote golven. Grote golven kun je je schip zwaar begraden. Gaat ze te groen om geen schade op te lopen? Oh. Dat kan natuurlijk. Draaibaas. Boom. Dood. Oké, oh god, we moeten bijdraaien. Bijdraaien. Sneller wegwezen hier. We moeten bij die grote schepen in de buurt blijven. Ik dat ook niet weet. Boom, draaibaas. Vuren. Bam, draaibaas. Bam, draaibaas. Draaibassen eigenlijk dan, hè. Nee, oh zo close. Oké, nou snap ik het. Oké. Duurt ook langer dan verwacht. Oké, nu snap ik het. We moeten zeg maar naar die schepen toe. Die kleine kutscheepjes, die moeten we overheen varen en alles. En ik moet bij die gigantische slagschepen in de buurt blijven. Oké, ik snap hem. Oké, let's go. Try again. Boom. Ja, jij dood. Draaibaas. Dat doet zoveel damage, die draaibaas. Dat is gewoon nice. Oké, ja, we moeten versnellen. We zijn hier, we worden overrompeld anders. En dat willen we niet. Ja, dood. Oké. Daar hebben we de schep. Ja, oké, draaibaas. Boom, dood. Shit, gek. Wij worden aardig overrompeld hier. Oh my god, bootjes. Oké, we moeten denk ik een beetje deze kant langs hier. Hoppakee. Boom. Ja, ik weet het. Hoe moet ik hier langs? I know. Grote golven. Ja, dat weet ik. Alleen nu liggen we wel mooi naast hem. Boom, allemaal dood. Shit, nee. Oh god, maar jezus, nee. Oké, we moeten afremmen. En we moeten hier langs. We moeten het compleet omdraaien. Turn this baby around. Of niet, natuurlijk. Dat kan ook. Oh, dit wordt niks. Kom op, bam, ja. Draaibaas. Oh ja, fuck it. Ik wist dat dit niks werd, want ik ging de verkeerde kanten op. En... Oké. Ik moet dit doen. Ik ga het doen. Het gaat mij lukken. Let's go. Oké. Alright. Ronald die piraat. En het draaibaas. Oké. Is niet allemaal te moeilijk natuurlijk. Oh, wacht eens even.
Bijdraaien, andere kant langs, man, jezus. Gaat allemaal goed hier. Bam. Hartstikke idee. Draaibaas is echt goed. Ontsnap aan de vloot. Oké. We moeten ontsnappen dus. Kijk, I see. Goede golven hier, hè. Halleluja. Shit, ga ik echt grote golven hier. Ja, dump ze er maar in. Ja, weet ik wel. Ik probeer me te concentreren hier, hoor. Jongen, geen kans. You stand no chance. Oh my god, inderdaad. Die golven kunnen inderdaad echt kut zijn, ja. Shit, man. Kap zij zijn benen hier. Ta-da-da. Jezus, gek. Nou ja. Ik doe mijn best. Ik kan ook niet alles. Oh mijn god, complete tornado hier. Daar moeten we vooral oppassen, denk ik. Wow, dat er tegenop. Oké, we moeten daarheen. Dus daar langs. Kom op, Edward, you can do this. Kom op. Oh, wij sturen. Oh shit. Wow. Holy shit, gek. Dit is echt super episch. Oh my god. Nou begint het echt te komen hier. Nee, schep. Nee, ik ben dood. Nee. Door wat dan? Jezus. Oh, oh, oh. Zo dichtbij. Zo dichtbij. Ronald. Ik denk dat echt zoveel mensen hier praktisch nu genoeg van hebben om dit te zien. Maar ja, het is gewoon zo. Oké, we moeten nou dit ontwijken hier. Dat ik niet het wit tegenaan ga varen. Want dat is gewoon niet goed. Boem, 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 boem. Ja, versnel maar. Want anders dan halen we die kutbootjes nooit in. Ja, boem. Oh, mis. Oké, wij sturen hier. Oh ja, mis jongen. We moeten echt wegwezen hier nu. Dood. We moeten echt wegwezen hier. Oké, kunnen we die ding hierachter niet droppen dan? Oké. Shit, gek. Zet je schrap! Oh. Oh my god, jezus. Oh my god, dit is echt wel cool, dit. Ahoy, maatjes! Oké, we moeten de compleet andere kant van de Io de Water wervelwind ding daar zo. Oké, Duncan of Edward die kant op sturen. Ja, doe werk, ik stuur er toch heen, man. Oh, ik moet er van wegsturen natuurlijk. Komen we daar langs? Met de omweg misschien? Ik denk dat als we hier zo langs gaan, dat we dat wel goed doen, denk ik, ja. Zo, en dan moeten we eventjes nu bijsturen. Shit, man. Kijk, daar moeten we wezen. Oké, nou, rechts door die gaat dan maar, hè. Sinterklaas komt met cadeautjes. Ahoy, kinderen. Ik had gewoon de eerste minuut al gewoon op moeten letten. Daar was het al lang over geweest. Oké. Nou ja, je leert weer dingen, hè. Ik hoef nog niet echt heel pro te zijn in een game. Dat hoeft pas bij aflevering 30 of zo.
Oké, dan. Schrap zetten, jongens. Tsunami. Oh, kijk eens aan. Dat is goed. Oh, god. Kom op. Hou hem. Oké, we hebben hem gehouden. Oh, jezus. Afremmen. Anker leggen. Oké, even sneller. Wegwezen. Snel omheen. Oké. Kom op, Duncan. Waarom noem ik hem Duncan? Het is Edward. Jezus, wat mis met mij. Wat ligt daar dan? Oh, dat ligt een wrak. Oké. Oh, we sturen naar het oog van de storm. Natuurlijk, ja. Hey, we zijn erbij. Nou, maar nog niet helemaal. Kontje blauw. Nee, we zijn er wel. Edward heeft een blauwe kont. Nou ja, niet echt specifiek een blauwe kont, maar... Oh, nou, een wit kontje. Met die jas dan tenminste. Yes, gehaald. Holy shit, man. 36 minuten. Da fuck. Jezus. We hebben het gehaald. Na 1000 keer proberen. We zijn 10 keer dood gegaan, maar we hebben het gehaald hoor. Oog van orkaan. Tanden van Neptunus. Adewale. Is waar, mijn naam is Adewale. Gaan we naar Nassau dan? Yes, mijn boot. Missie voltooid. Kijk eens aan. We hebben dat helaas niet gehaald met die hoek, maar dat zal wel. Ik vond het best wel een spectaculaire aflevering eigenlijk. We hebben het wel heel vaak overnieuw moeten doen, maar het was wel grappig om te zien. Dus dat is nice. Oh, wat is dit nou? Animus. Oh nee. Ik dacht even dat we weer animus meuk kregen met dat wijf en zo, maar... Ik vind hem echt episch met al die armen en zo. Hij ziet er nu echt super cool uit, vind ik. What fair role would complement such unfairness? I'd be your quartermaster. Nothing less. Oh, ik dacht eerder aan scheepsjongen. Troes. Rest and repast would do us good before Nassau. Water for drinking. Hunting for food and repairs. Well reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Oh god, moeten we beesten gaan jagen? Nee toch. Oké dan, maar goed, dat zou moeten wachten tot de volgende aflevering, jongens. Want ik ga het hierbij laten, dus bedankt voor het kijken. Tot volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten als je deze aflevering leuk vond. Je kunt ook even abonneren voor meer Assassin's Creed 4. Dan krijg je alle nieuwe video's automatisch in je subbox. Je kunt me ook even volgen op Twitter, @ShadowGames23. Want daar zie je allemaal tweets wanneer ze worden geüpload. En al die leuke shit. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja. Later mensen.